IJsselmeervogels haalde 12 punten uit de laatste 4 wedstrijden en is met 6 uit 2 ook koploper in de derde periode. Oktay Öztürk met de grote kans na iets meer dan een kwartier spelen. Maar VVSB heeft geluk. Akla. Moro. Opslag van Rust en de goede redding van Ruben Valk. IJsselmeervogels is heer en meester in de eerste helft. Dit zijn twee van de vele kansen. Ruststand is 0-0. Opnieuw Moro. Valk wat onorthodox. En dan valt die bal voor de voeten van Van Leijenhorst. En hoe krijgt die hem naast? Kans op kans op kans voor IJsselmeervogels. Maar waar het 2 weken geleden tegen Rijnsburgse Boys allemaal raak was. Wil het nu niet voor de vogels. Maar hier komt de openingstreffer. Akla op Olijveld. En die schiet er ook niet in. Hoe is het mogelijk? De topscorer van IJsselmeervogels. Min of meer voor open doel. En VVSB heeft tot op dat moment nauwelijks iets laten zien. Dit is Bekooi. Dat is de topscorer van VVSB. En die laat zien hoe het moet. Het is de wereld op zijn kop na 70 minuten voetballen. Maar VVSB komt op 0-1 op de Westmaat. Tommy Bekooi is de doelpuntenmaker. En als IJsselmeervogels dan een extra stormer om heeft gebracht voor een verdediger, ligt het achterin open. Dan doet Hovenstad een pasveertje en kan Guido Pauw door. Wijks loopt vrij. Pauw ziet dat. Van Leijenhorst twijfelt. Waar moet ik naartoe? Nou, denkt Pauw, dan schiet ik hem er gewoon in. VVSB wint totaal onverdiend bij IJsselmeervogels. Maar het feest in de kleedkamer na afloop was er niet minder om voor de ploeg uit Noordwijkerhout, die nog steeds op streek is voor een plaats in de top 4.